Dat is. Hoi Alexandra. Hi. 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 En wij hebben elkaar vorige keer al ontmoet. Toen was het nog de Xenos. Dat klopt. Ja. Maar morgen gaat Casa open. Morgen gaan we open, ja. En jullie zijn nog heel druk bezig. Het is nog een beetje rommelig. Ja, het is nu nog een beetje rommelig. Dus daar moet ik even niet. Maar daar kijken de mensen vast wel de hele. Ja. Ik vind het altijd heel leuk als ik een dagje eerder mag. Maar ja. Wil je een rondje met me lopen en een beetje vertellen wat we zien? En, ja, helemaal goed. En wat het eerste wat mij opvalt. Ja. Ik kwam natuurlijk niet hele dagen bij de Xenos, maar jullie hadden daar echt zo'n heel looppad. Ja, dat klopt. Waar je eigenlijk maar op één manier doorheen kon, of op twee manieren. Ja, het was een verplichte looppaden, noemen ze dat, hè? Ja. Dat was dan voor de klanten, dus slimme... dat ze het verplichte rondje moesten lopen. Maar het eerste wat ik nu zie is behoorlijk veel ruimte, open. En ja, dat is echt de bedoeling bij Casa, ook open. Je kan alles goed zien, je hebt overzicht. Ook de showtjes natuurlijk, die jullie straks ook nog even gaan zien. Alles wordt helemaal gedecoreerd, dus alles... Ja, zodat je gewoon een hele goede indruk krijgt van wat we hebben, wat er staat, wat er te kopen is. Heel anders als bij Xenos inderdaad. Ja, en Casa, dat is een Belgische interieurzaak, zeg ik klopt. Het goed? Ja, he, van oorsprong een Belgische zaak, maar die zijn flink aan het uitbreiden. Flink aan het uitbreiden, zit in heel veel landen. Ik weet ze ook niet allemaal precies, maar er zijn er echt een stuk of 12 landen waarin ze al actief zijn. En nu pas in Nederland eigenlijk, dus Nederland is er best laat bij als je het zo bekijkt. Ja. Wij zijn nu het nieuwste land waar ze het allemaal willen gaan proberen. Dus, nou, dat is heel goed. Dus zo een stukje lopen. Ja, dat is goed. En alle dingen die ik zie, want dat zijn ook wel zaken. Sommige dingen werden ook wel bij Xenos verkocht. Of niet? Ja, heel weinig items moet ik zeggen hoor. Er zitten een paar items tussen die we ook bij Xenos hebben gehad. De feeling van sommige artikelen is wel hetzelfde, maar dit straalt toch meer luxe uit. Dus de kwaliteit ligt wat hoger. En het ziet er gewoon allemaal net eventjes wat strakker en mooier uit eigenlijk. En als je zegt de kwaliteit ligt wat hoger, betekent dat ook dat de prijzen wat hoger liggen of valt dat van mij? Ja, het ligt wel ietsje hoger, maar wat ik zeg, je krijgt er dus ook betere kwaliteit voor terug. Ja. Dus ja, wat ik zeg, ik zou er zelf ook meer voor willen betalen voor betere kwaliteit. Ja, het valt best mee hoor, het verschilt echt misschien een paar eurotjes. Dus, maar, en wat zie ik hier nu bijvoorbeeld, een wigwam? Dit is thema lama, wat ze op het moment hebben. Dus dat is tipi tent en allemaal leuke rieten mandjes erbij, de lama knuffeltjes. Heel erg leuk voor de kinderkamer bijvoorbeeld, daar heb je hier ook nog een hele stelling van. Dus daar hebben ze ook onderdeel van, kinderkamer. Dus no drama lama, zie ik. Allemaal. Oh, no drama, dat staat overal, no drama. Ja. Dus, en dat is het eerste wat je ook ziet als je binnenkomt, het seizoen eigenlijk, dat verandert ook. Elke maand, als ik het goed heb, weet ik niet helemaal zeker. Moeten we allemaal nog een beetje inkomen? Moeten we allemaal nog een beetje inkomen. Ja, jullie zijn de afgelopen weken vooral bezig met herinrichten en alles poetsen. Dus ik ben de hele week 6 dagen van 9 tot 8 mee bezig. Dus herinrichten, poetsen, stellingen plaatsen. Hier kaarsen en bloemen. Kaarsen, hier bloemen. En als je dan ook bijvoorbeeld hier kijkt, hè, dan zie je ook die showtjes die worden gewoon helemaal zo opgezet. Alsof je eigenlijk gewoon op een... Jullie verkopen ook echt meubels, denk ik. Die verkoop je ook. Ja, meubels zijn er ook. Eettafels. Hele eettafelsets hebben we ook straks, ga je ook zien. Maar zodat je gewoon de indruk krijgt, hè, dat je denkt van dit wil ik thuis ook. Dit is, als ik het dan goed begrijp, dit is gewoon veel meer een echte interieurzaak. Ja, dat focust zich gewoon meer op. Ik heb ook geen etenswaren meer. Nee. Dat is echt helemaal klaar. Helemaal klaar nu. En dan hier heb je de keuken. Deze hele hand is eigenlijk keuken. Dus je hebt ook een stukje bakken. Portaatje bakken bijvoorbeeld en dat soort dingen. Pannen, Weet je, dit soort dingen hadden we natuurlijk bij Xenos ook wel. En neem nou bijvoorbeeld een pan, want er zijn natuurlijk toch wel meerdere zaken die dat verkopen. Zijn jullie dan een middenklas? Om maar één voorbeeld te noemen, wat kost nou zo'n pan? Zal ik eens even kijken? Oh, er staan hier nog geen prijzen op. Ja, dat zegt mij sowieso niet zo. Ik koop echt nooit pannen. Nee, weet je, de keukenartikelen, daar komen de prijzen zeg maar later nog bij. Ja. De rest van de artikelen zijn geprijsd. Ik heb weer net een rotvraag eigenlijk. Ik ga het even vragen aan Anneke. Nou, het is ook niet heel. Weet jij de prijs toevallig? Want dan ben ik dat ook niet naar. Rond de 30 euro. Rond de 30 euro. Dus dat is eigenlijk zo'n middenklas. Middenklas toch, hè? Goede prijskwaliteit. Ja, het is leuk om nou een beetje Vlaams te horen. Ja. Heeft u al zaken ingericht in België? Ik werk al 30 jaar voor Casa. Oh, echt waar? Dus, en hoe lang bestaat het bedrijf al? Veel langer. Oh ja? Veel langer, ja. Zeker 50 jaar. Maar als je er 30 jaar werkt, dan doe je dat wel met plezier. Zeker. Met passie ook. Ja. En is het voor u anders om dat in Middelburg te doen dan in Gent? Ik vind het leuk om telkens met andere mensen een keer te werken. Dat is leuk. Nou, leuk om te horen. Dank u wel. Even kijken. Nou goed, dit is de bakafdeling. Dat zijn de pannen en zo allemaal. En dan kom je hier eigenlijk bij textiel. Dus daar heb je de theedoeken, handdoeken, schorten, placemats, dat soort dingen. Eettafel. Eettafel. En die zie je hier natuurlijk ook.
En hier zie je een heel goed voorbeeld eigenlijk van ja, hoe ze willen presenteren. Dus gewoon echt dat je zo aan kan schuiven. Maar net als die, dat, ja, je staat gewoon eigenlijk een plakjes gezaagde boom. Wordt dat verkocht als snijplanken of is dat gewoon decoratie? Of? Nee, dit is in principe decoratie. Dus ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik doe mooie kaarsjes op en ik zet hem op mijn salontafel. Of ja, op de eettafel met mooie borden, dat je hem eigenlijk als placemat gebruikt. Het ziet er wel mooi uit zo. Ja. Ja, het spoort ook aan om... En dan zeg je natuurlijk altijd ja, maar als jij nou vrij bent, koop je dan hier ook je spullen? Zou je dat doen? Ja, dat was bij Xenos al. Daar kocht ik, als je bij mij thuis Xenos zegt, dan stort de hele boel in elkaar. Oh, ja. Maar waarschijnlijk wordt het nu kaas aan. Dus nu zitten we al, dit is leuk, dat is leuk. Bestekbordjes. Ja, bestekbordjes. Dan heb je hier een hele glazenafdeling. Reclame. Allerlei soorten glazen. Ja. Zoals je ziet ook, ja, we zijn zo bezig met decoreren, dat is echt gewoon... Dit is gewoon een soort tapinstallatie? Dat, ja, verkopen we ook. Ja, dat is er echt. Deze bijvoorbeeld voor je alcohol, als je dat lekker vindt. en gewoon voor je fris, dit is super leuk, zo'n tapkraantje. En hier wat lege dozen. Ja, dit is even een troepje, sorry daarvoor. Deze bedrijfsleider. Dat is de bedrijfsleider. Hoe maakt u het? Ja, die gaat goed. Druk, ja, want u bent hier al wat langer bedrijfsleider af eigenlijk geweest en u blijft het ook gewoon. Ja, ik blijf het gewoon. Ik ben 20 jaar bij Xenos, of 26 jaar bij Xenos. En nu beginnen bij Casa, nieuwe uitdaging. Maar gelukkig met mezelf een leuke team. Ja, precies. En wat is uw naam? Mijn naam is Rinus Witte. Daar Rinus Witte, arme naam. Okay. Heel Middelburg kent hem ook wel. Ja, nou, wij nu ook. Iedereen kent hem wel. Nou, hier hebben we de badkamerafdeling. Zijn we nog een beetje bezig met de showtjes op te zetten, dus het is nog niet helemaal klaar. De mandjes, textiel verkopen we ook nu. Handdoeken, washandjes, dat soort dingen. Dat is allemaal nieuw, dat hadden we eerst niet. Heel groot assortiment kledinghangers hebben we tegenwoordig. Oh ja, dat zie ik hier. Ja. En is dat nou... Ja, dat is ook zoiets. Ik heb altijd het gevoel dat in elk huis of waar je ook komt, dat kledinghangers er gewoon zijn. Maar er zijn ook mensen die dat gewoon kopen. Is daar veel vraag naar? Ja, toch wel. En tegenwoordig is het natuurlijk best wel in om je eigen kleding inloopkast ding te hebben. Dat is echt een heel nieuw ding. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het zelf ook. Dus dan ga je toch, tenminste ik... Dan wil je een beetje hippe hangers. Alles hetzelfde. Ja, zo ben ik dan wel. Dus dan heb je allemaal dezelfde hangers. En dan ga je naar Casa en dan koop je die. Ja, ik heb echt nooit van mijn leven een kledinghanger gekocht, gewoon niet. Niet, ja, maar ja, misschien meer de vrouwen man, ja, zo. De mannen zijn er misschien wat anders in. Ja, mannen zijn er toch wel anders in. En dan hebben we hier interieur eigenlijk allemaal. Lampen, krukjes. Plumo, kussens. Of is het geen plumo? Nee, dit is een heel mooi kleedje. Oh, kleedje. Ik denk ook eens wat te herkennen. Plantjes. Ja, wat ik zeg, kussens, pleats. Maar wat bij Xenos natuurlijk heel erg was, je had een stelling met plates, kussens, bankjes en hier is het gewoon allemaal door elkaar. Ja. Dus er zit wel een bepaald thema in hoor. Wat je hier ziet is Latin bijvoorbeeld. Dat is oranje en rood. En groen. Latin zeg ik. Latin. Je hebt, dat is dus deze kleuren allemaal. En dan aan de overkant heb je weer een beetje de donkere tinten. En dat heet dan weer shadow. Ik moest even denken. Dat is de shadow afdeling, dus dat is dan weer met wat donkere tinten, bordeauxrood, blauw. En is de vloer en zo nu, is dat nu ook veranderd of denk ik dat wel? Ja, toch? Hebben ze eerst geëgaliseerd. Nieuw plafond en alles erin? Het plafond is niet nieuw, maar hebben ze wel allemaal gespoten en geverfd. En er zitten nu van die, die rilsen zeg maar. Voor de lamp, dat je die flexibel... Ja, we hebben nu ook stopcontacten, zodat we die showtjes kunnen maken en het aan kunnen sluiten. Het was ook nog best een gedoe allemaal hoor, omdat we natuurlijk ook bewoners hierboven hebben, is het lastig om ze mogen zeg maar niet dat materiaal wat daartussen zit, mogen ze niet weg. Nee. Want het was de bedoeling om een heel industrieel plafond te maken. Maar dat mocht niet. Maar dat kan helaas niet, dus dat is jammer. En hier is dan de blush afdeling. De? Blush noemen ze dat. Blush? Blush, ja. En dat is heel veel roze en ook blauw en een beetje lichte tinten allemaal. Goud zit ertussen. Ja, het is een hele leuke afdeling. Daar ben ik ook heel fan van. En de kassa komt nu aan de andere kant, zie ik. Kant. Ja, hier hebben we ook nog bloemen. Die hebben we ook nog, want er werd heel veel gevraagd of de kunstbloemen weg zouden gaan. Dus voor iedereen die daarnaar vroeg, ze blijven nog. Ja, is dat zo'n populair item? Ja, het is een heel populair item geweest, ja. En dan hier komt dus de kassa. Is ook nog niet helemaal klaar hoor, dus dat is nog even... Nee, dat snap ik. Het is, Een heel nieuw systeem zit erop. Ja, alles wat we nu doen voor klanten qua bestellen en zo, dat kunnen we ook allemaal hier nu doen. Dus wil je iets Ik heb ook nog ritjes. Ook nog, ja.
als je iets van de webshop wil of wil bestellen, dan kunnen we dat allemaal doen. We kunnen het uit andere filialen halen. En hier is ook echt het Casa Groen duidelijk zichtbaar. Ja, ja, hier is het overduidelijk. Ja, hier hebben ze het echt enorm uitgestald, dat groen. Oké, en dan tot slot, hè, want we zijn weer terug bij de hoofdingang. Jullie gaan morgen open om 10 uur? 9 uur morgenochtend. Morgen zijn we 9 uur open tot 6 uur, dus je kan de hele dag langskomen. En vervolgens gewoon alle dagen? Vervolgens zijn we alle dagen gewoon open van 9 tot 6 en donderdag van 9 tot 9 dan. Morgen zijn er ook nog een paar leuke acties. Ga ik verder niet veel over vertellen, want dat moet je even zien als je de winkel binnenkomt. Maar dat is zeker de moeite waard om even langs te komen. Nou oké, hartelijk dank. En ik wens jullie heel veel succes hier zo. En we spreken elkaar wel. Dankjewel, komt goed. Oké, doeg. Doeg.